Oh, voortreffelijk. Ah. Ja hoor, opa, je bent een genie. Inderdaad. De eigen roem stinkt. Ja, dat zeggen ze, hè. Ik ben trots op mijn gemarineerde ossenstaart. Dat mag toch wel, hè. Jij zou ook trots moeten zijn op wat je kan. Hm? Ja. Dat geeft je zelfvertrouwen. Wat ben je aan het doen? Ik reken uit hoe groot het overschot aan mest is in het land per jaar. En, vertel. Iedere dag wordt Nederland, inclusief het IJsselmeer, in zijn geheel ondergeschreven. Hollands roem stinkt. Wat een rotklus is dat. Ik zit onder de smeer. Maar waarom heb je Victor de olie niet laten verversen? Dan had jij hem van binnen kunnen schoonmaken. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb geklap uitgevoerd. Ho, 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 ho. Ik heb gesupervideerd. Oh, dure woorden voor op je luie kont zitten. Nou, dat moet je nou niet zeggen, pa. Ik heb je op een heleboel puntjes gewezen die jij niet in de gaten had. Zo, dit ziet er gezond uit. Ja. Voor vanavond? Nee, ik moet 24 uur in de marinade. Ach, kijk nou eens. Net Anna in een warm badje. Hoe weet jij dat? Sta je stiekem te gluren als ik in bad zit. Vieze ouwe man. Zeg bij de handje. Zo kan ik wel weer, hè? Je maakt er wel werk van, hè? Ja. Is iets bijzonders morgen? Nee hoor, nee. Tante Tip komt morgenavond eten. Tante Tip? Nee toch, hè? Dat betekent dus dat we onder de ossenzaag naar jullie gekibbel moeten luisteren. Tante Tip en ik kibbelen niet. Wel, dat doen jullie wel. Jullie lijken soms net een stel oude geiten. Ja. En wat komt ze doen? Gewoon op bezoek. Vogels vliegen, vissen zwemmen, tantes komen op bezoek. Ja, als ze maar niet die akelige bontjas van eraan heeft. Grote god, krijgen we nog een milieulobby ook. Ze zijn helemaal in de aap gelogeerd. Ja, maar weet je wel hoeveel chinchillas er zijn afgemaakt voor die jas van de aap? Ja, dat weten we. En overdrijf alsjeblieft niet zo. Ze heeft die jas 25 jaar geleden gekocht. En toen was bont nog gewoon mooi en lekker warm. Nou, niet zeuren, hè. Als ze nou maar niet weer over Maastricht begint en dat we het allemaal zo verkeerd hebben aangepakt daar in Brussel. Wij politici zijn allemaal gestoord, volgens haar. Nou, daar is natuurlijk best iets voor te zeggen. De vorige keer sommeerde onder de kersenbavaroa, die overigens voortreffelijk was op haar, sommeerde ze me de politiek te verlaten om eindelijk eens een behoorlijke baan te gaan zoeken. Ze houdt niet zo erg van de politiek. Maar ik ben helemaal geen politicus, ik ben diplomaat. Een behoorlijke baan zoeken, dan vraag ik je toch. Mij? Ja. Vraag je het mij? Nou, als mij vraagt, vind ik het inderdaad tijd dat je eens een behoorlijke baan zoekt. Leuk op haar, maar als iemand zoiets zegt, dan steekt je dat toch, hoor. Goedemiddag. Rick, Raoul. Het is er aan de hand? Heeft het rotwijf van wiskunde toch gebeld? Nee, hoezo? Is er iets? Nee, niks. Misverstandje. Tante Tip komt eten morgen. Tante Tip, dan gaan we bij Iva eten, hoor. Nee, geen sprake van. Jullie eten thuis. Dan moeten jullie eens allemaal even goed luisteren, hè. Tante Tip valt best echt wel mee. Ze heeft een beetje dominante manier van doen. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Wie is Tante Tip? Een nicht van opa Henry. Ja, ze is een beetje ouder dan ik. En vroeger, als mijn vader en moeder op reis waren, dan paste ze op mij. Zo. En dat deed ze heel goed, Rick. Ja, je hebt er nu nog een trauma van, hè, pap? Ja, lachen, mam, maar wij zitten mooi met de gebakken peren, hoor. Ja, jullie zijn grote stakkertjes, dat weet ik. Maar ik zou jullie alleen willen verzoeken om een beetje aardig tegen haar te zijn. De gezondheid is niet al te best meer. Niet al te best meer? Nou, volgens mij heeft ze al jaren geleden de laatste adem uitgeblazen. Persoonlijk geloof ik dat ze zo'n 300 jaar oud is, in een doodskist slaapt en zich voedt met het bloed van jonge maagden. Nou, dan moeten we Anna wel goed verstoppen morgen. Oh, dat is helemaal niet nodig, hoor. Huh? Oh, nee? Foutje! Ik bedoel, ik hang wel een kruis om mijn nek met een paar tenen knoflook. Ja. Zullen we misschien even kunnen terugkeren naar het onderwerp? Neemt ze die poedel van daarmee? Oh! Matahari! Ik ben bang van wel. Waarom marineren we die niet? Ja, nee, jongens. Alsjeblieft nou, hè. Laten we nou een beetje aardig zijn en vooral ons een beetje waardig gedragen. Oh, ja. Zoals jij die keer toen je tante Tip uitmaakte voor... Hoe heet zo'n beest ook alweer? Een seniele oude gier. Ja, maar dat heb ik onmiddellijk in het openbaar gerectificeerd. Nee, maar opa, natuurlijk zullen we ons goed gedragen. Dat doen we toch altijd. Ja hoor, we zullen je niet te schande maken. Je opvoeding is echt niet voor de katse kut geweest. Rick! Oké, ik zal hem meteen in het openbaar rectificeren voor de katse viool. Hé, hey, kijk nou eens. Ze hebben een hond. Tering, hé. Kom maar, braaf. Hé, hey, kom maar. Gaaf beestje. Wil je naar binnen? Kom maar. Chatering, hé. Ik schrik me de pleuris. Ik zou vandaag maar in bed blijven. Wat zegt hij nou?
Als je de pleuritis hebt, ben je behoorlijk ziek. Hoe gaan wij bij de hand doen? Krijgt hij wel genoeg op zijn sodemieter van opa Henri? Ja, juist niet. Hij wordt hartstikke voorgetrokken. Ja, en terecht. Ja, terecht. Hij doet precies wat er gezegd wordt. Hij verpest de markt, die slijmbal. Helemaal niet. Ik laat me een beetje op mijn kop zitten door twee oude mannetjes. Zie ik zo blij? Hey, wacht even. Twee oude mannetjes. Die twee oude mannetjes, die sla je toch mooi de deur uit, hoor, als het moet. Hey. En links. Nou, heb je het nog een beetje naar je zin, hè? Zonder dollen bij die bolbuisjes. Oh, jawel. Ja, dat is hartstikke gaaf. Om maar eens lachen, hè, Roel? Ja, gaaf. Hé, hey, even wat anders. Heb je die versterker nog? Die 100 watt er. Ja, daar staat die. Ja. Hey, maar wacht even. Eerst even die hond de deur uit. Hoe heet die eigenlijk? Ja, hoe weet ik dat nou? Ik wist niet eens dat je een hond had. Ja, ik heb helemaal geen hond. Wat moet ik nou met een hond? Ik heb al genoeg aan mijn eigen. Nou, hij stond hier voor de deur te janken, dus ik dacht... Ja, fout gedacht. Nou, kom op, weg met dat beest, want dat kan ik hier niet hebben met al die breekbare spullen. Kom maar dan, kom maar, gaan we naar buiten. Hé, hey, zeg maar, wat moet je nou eigenlijk met deze versterker? Die heb je toch al voor je gitaar? Ja, hey, voor thuis, hè. Maar als die vol staat, dan kan opa Henri me nog roepen voor de afwas. Dus nee, ik moet er een hebben voor als we in de zaal gaan spelen. Oh, wacht even, jullie gaan optreden. Hey, das kicken. Hey, krijg ik wel een vrijkaartje zeker, hè? Dat hangt er vanaf. Waar hangt dat wel vanaf? Wat je voor die versterker vraagt. Kijk eens aan. Meneer heeft zijn manager meegenomen. Dat is goed. Dan gaan wij nou eens even aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. Hé, hey, maar even zonder dollen, Harry. Wat vraag je ervoor? Voor zo'n versterker. 100 watt. 200 gulden. Nou, wat dacht je van 1 gulden per watt? 100 piek. Oh, me nooit niet. Nou ja, goed, ik ga toch failliet. 150 gulden. Verkocht. Maar als de opa's hem het huis uit zouden mieteren, ik neem hem niet terug. Nou, kom op met die boem. Maar ik heb het nu niet. Nou, wacht even. Geen geld, geen spullen. Niet waar, meneer de manager? Ah, je houdt ze toch wel even voor me vast. Ja, waarom zou ik dat nou doen als er een goed klantje voor komt? Ah, dat doe jij wel voor mij, Harry. Hoezo weet jij wat van mij dan? Jazeker. Zo, wat dan wel? Ik laat mij niet chanteren. Ik weet dat jij een vriend bent. Zet u niet erop, mooie slijmbal. Ga maar naar huis. Ga maar. Hey. Hij valt op me, zie je dat? Hij heeft geen halsband met een adres of zo. Zullen we meenemen? In huis bedoel je? Dat vinden de opa's nooit goed. Nou, waarom niet? Het is toch een hartstikke tof beest. Hij zal de opa's heus niet bijten, hoor. Nee, ik ben bang dat de opa's hem bijten. Hey, oké, okay. Kom maar. Kom maar, kom. Kom maar. Ja, kom maar. Dan gelijk mee. Hey. Ja. Oh, lekker. Nou, proef die marinade nou als willen. Ja, dat doe ik. Nee, niet met je vingers. Driemaal eerste klas, hoor. Nee, dat zou ik denken. Als je een stukje van de vlees op hebt, ben je gelijk Lazarus. Ja. Wat zullen we nou krijgen? Dit is Ugly. Ja, dat is duidelijk, ja. Wat doet die lelijkert hier? Hij is met ons meegelopen. Mag ik hem houden? Nee, ben je nou helemaal mal, zeg. Je neemt toch niet zomaar de eerste de beste straathond mee? Nee, natuurlijk niet, Roel. Dat kan echt niet, hoor. Ja, maar je kan zo'n hond toch niet zomaar op straat gooien? Nee, maar je kan hem ook niet zomaar bij ons naar binnen gooien. Nee, hey, we hebben al een hond, hoor je. Ja. Dus af, iemand. Nee, ga zijn baas op me zoeken. Ik stel voor een advertentie te zetten. Ja, we hebben geen geld. Ik wel. Wat is er aan de hand? Ah, wat een kanje, zeg. Wat leuk. Hé, wat lief. Van wie is die? Ja, dat zijn we juist aan het uitzoeken. Hij is met mij meegelopen, maar ik mag hem niet houden. Nou, waarom niet? Dat is toch leuk, een pleegkind met een pleeghond. Ik wou dat je mij zo geknuffeld had toen ik met Rick was meegelopen. Ja, ik ben dan gek. Jij bijt, dat zag ik meteen. Nou, kom nou, kinderen. Hè? Als jullie nou een beetje opschieten, dan ben je nog net op tijd voor die advertentie. Hè? Neem die hond mee. Ajo, ah, alsjeblieft. Opa's. Nee. Ja, we kunnen nu niet naar de krant, hè? Want tante Tip kan elk moment hier zijn. En we hebben hartstikke veel huiswerk. Nou, dan blijven jullie maar hier. Yeah. Ja. Ah, dan geef ik die advertentie wel telefonisch op. Hij vlooien. Hè? Hoe weet u nou dat hij vlooien heeft? Heb jij ze dan? Nee. Wel? Ja. Anna, Rick, Raoul, ik ben een zeer geduldig man. Maar nu gaat dit hotel op vier poten de keuken uit. Nu. Ja, wacht even. Dan haal ik eerst Does even weg. Does, kom eens hier.
kijk mij mee. Ga maar in opa Harry's kamer, hè? Ga maar. Goed zo. Oh, ik ga wel. Anna. Hallo, tante Tip. Kind, wat ben je groot geworden. Onzin, u heeft me vorige maand nog gezien. Ja, nou dan ben ik zeker weer gekrompen. Ah, hallo Tip, kom binnen, kom erin. Ja, kereltje. Zo. Nou, dan moet je toch wel eens iets aan die buik van je doen, hoor. Het is geen gezicht. Leuk dat je er bent, Tip. Ga binnen. Ah, even Rick gedag zeggen, dag jongen. Zoet u maar liever niet, ik ben een beetje verkouden. Tjoep! Oh, gezondheid. Wie ben jij? Dit is een nakomertje. Raoul heet hij. Wat zeg je nou? Heb je iets voor me verzwegen, Henri? Nee, het is een pleegzoon. Die logeert een tijdje bij ons. Oh, dag jongen. Ja. Ik ben tante Tip. Dag mevrouw. En wie hebben we daar? Dat is een kleine oneenigheid in de familie. He? Dit is onze pleeghond. Ja. Oh, hoor je dat, Matahari? Ja. Nou, wij gaan even voor opa. Ja hoor, natuurlijk. Rustig. Zeg, hey, ho! Waar gaan jullie naartoe? Vlooienpoeder kopen. Wat hebben jullie vlooien? Ja. Ach, nee, natuurlijk niet. Dat is een flauw geintje van de jongens, hè. Oh. Toe, ga naar ja, binnen. Wil je mij even helpen? Ja, dat natuurlijk. Zo, hier. Geef, onder dat witte ding. Ja. Geef maar hier, opa. Die behandel ik wel met een scheermes en een spuitbus. Ja, zo. Zo. Maar, ja. Wat zei jij nou? Wat nou, zij daar? Is fervent actievoerster tegen bond, hè, Anna? Geef mij je, ik trek oh, vanuit. Ja, die onzin. Nou, je eet toch ook vlees, hè, kind? Nou, dat is heel wat anders. Ja. Nog, dat is precies hetzelfde. Nou ja, die jeugd wordt tegenwoordig, als ze iets niet bevalt, hup, de straat op, hup, demonstreren. Ja. In plaats van gewoon te doen wat je gezegd wordt. Ja, zo is het toch. Nou zeg, laat me uitspreken, Harry. Oh, neem me vooral niet kwalijk. Je weet helemaal niet waar je het over hebt, kind. Oh, nou, dat weet ik best, hoor. Nou ja, die jeugd, die snotneuzen, die denken dat ze de luizen zijn in de pels van de samenleving. Nou, het is mooi hoor. Laat mij je nou vertellen dat dat anarchistische gedoe nergens toe leidt. Nee. Het is alleen maar hoogst irritant. Maar tante, als je tegen een bloedbad bent, is toch niet irritant? Een bloedbad? Ja, ik ga helemaal niet meer in discussie. Als jij maar voorzichtig bent met die stola. Want als er iets mee gebeurt, dan koop ik een nieuwe. En dan ben jij verantwoordelijk voor de dood van een heleboel arme kleine beestjes. Haha, die tip. Puberaal gedoe. Bleh. Au, ah. Hey, ja. Ga jij maar in dit hotelletje zitten? Want hier is het veel gezelliger. De luizen in de pels. Nou, we zullen er leren. Staat er mooi bij, hoor, Willem, je tuin. Ja, fijn, dank je. Alleen daar zou ik toch een beetje lavendel neerzetten. Ik niet. Nou, vind ik wel kaal, hoor. Nee. Heb je geen moestuin meer? Ja, natuurlijk, in de kast, tomaten, sla. Ja, het is nog te vroeg voor de koude grond, hè? Ja. Oh, nee, dit is toch niet ja. Waar? Ja, ik denk het wel. Nou, nee toch. Als je het niet dacht jij gelijk. Hij heeft mijn ossenstaart gepikt. Overdrijf niet zo hard. Ik overdrijf niet, daar ben ik 2 dagen aan bezig geweest. Je bent ook wel een stout meisje, hoor. Een stout meisje, kijk dat toch. Ja, verpest natuurlijk. Ach, wel nee. Dat beest heeft een volle zijn bek gehad, zeg. Ja, de Harry is een heel schoon hondje. Een heel schoon hondje. Nee, geen sprake van ze. Die hond. Stel je toch niet altijd zo aan? Als je nou toch bedenkt waar die staart al die jaren voorgehangen heeft, valt het toch best mee. Gooi hem in de marinade. Ja, en anders gaat dit beest in de marinade. Denk nog. Fruit! Oh. Niet voorzichtig. Stilte en rustig jij. Nou, Henri. Ik zet hem alleen maar in de kamer hiernaast. Tip, ga zitten. Ga zitten. Ik meen het. Alsjeblieft, Tip, ga zitten. Ja. En neem een lekker kopje thee. Dus, wat is het voor een lawaai? Dat kreng had mijn ossenstaart in zijn bek. En dan nog één keer en ik scheer je kaal. Wat? Niet de kamer in gaan. Waarom niet? Dat zit Does. Oh. Kom maar, Does. Kom maar hier liggen. Oh, dankjewel hoor, schat. Dank je. En jij gaat hier zitten. En ik wil je niet meer horen. Heb je dat goed begrepen? Ik was er weer.
Heb je helemaal niks? Nee, nu niet. Waar haal je dan die poen voor die 100 watt versterker vandaan? Lenen. Van wie? Van opa. Ah, dat lukt je nooit. Nou, dat moet je niet zeggen hoor. Ja, gewoon even het goede moment afwachten. Opa Harry is een beetje moeilijk, maar met opa Willem kan je best zaken doen. We zitten er wel bovenop, hè? Waarop? Ja, op je kop, op alles. We mogen verdomme niks. Ik ben het helemaal niet gewend. Kijk, als ik thuis wat nodig had, dan kreeg ik gewoon geld. Maar hier, als je wat wil kopen, dan moet je oeverloos lopen zeuren, huiswerk maken, afwassen, doe dit, doe dat. Valt toch best mee? Ja, best tegen zal je bedoelen. Hier, Ukli moet ook meteen weer opdonderen. Maar jij mocht meteen blijven. Ja, dat is waar. Ja. Nee, werkelijk. Die 100 tentoonstellingen zijn gewoon een bezoeking. Mata Hari en ik vinden het telkens weer een krim. Maar ja, wij zijn meervoudig Europees kampioen en noblesse oblige. Ja. Ja, groot gelijk, groot gelijk. Ja, maar het is om de dode dood niet makkelijk hoor. Nee, het is een regelrecht gevecht. Een gekuip en een gedraai en een omkoperij. Nou, je hebt er geen idee van. Een haat en een nijd onder elkaar. Het lijkt de politiek wel. Oh, Victor, neem me niet kwalijk. Het is niet persoonlijk onaardig bedoeld, hoor. Nee, hoor, tante. Nee, hoor, geeft niks. Bovendien, u hebt volkomen gelijk. Politicus is een hondenbaan. Ach. U moet mij toch dat strikje van Mata Hari eens lenen. Anna is verder best tof, hoor. Dat gedram over het milieu, dat moeten we er maar bij nemen. We moeten haar uitleggen dat die milieufreaks een regelrechte ramp voor de natuur zijn. Oh, wacht. Mata Hari zit in de keuken natuurlijk, hè? Dat wordt moeilijk. Ik laat hem wel even in de kamer van opa Harry. Ga maar. Ja, ja, ja. Braaf. Milieufreaks een ramp voor de natuur, dat moet je me toch eens uitleggen. Nou, het is bewezen dat die milieufreaks en zo 1,7% meer kinderen hebben dan gewone mensen. Daardoor ontstaat overbevolking en de overbevolking van deze aarde is pas echt slecht voor het milieu. Nou zeg, wat heb je daar? Bulgaarse wijn? Ja. Mag ik even kijken? Zeker. Ja. Hoi jongens, kom erbij zitten. Ja, dat is een nieuwe ontdekking van me. Het is heel lekker als aperitief. Nou, dat is nog een communistische wijn. En dan heel lekker. Is dat niet een contradictio in terminis? Nee hoor, gewoon Bulgaarse wijn. Ja. Ja, nee, dat dacht ik in eerste instantie ook hoor. Maar het blijkt dat tussen die rare druiven er ook nog een paar goeie zitten. Rick, Raoul, kom eens even. Wat is er? Ja, even helpen. Oké, we komen eraan. Onrustig. Wat is er? Ja, jullie hebben Ugly bij Mata Hari gestopt, joh. Nee, we hebben Ugly in de kamer van opa ja, Harry. Ja, dat zat Mata Hari dus ook. Shit. Ja, hoe konden wij dat nou weten? Is er wat gebeurd? Ja, nou, ik dacht het wel, ja. Wat heeft ze met hem gedaan? Zij met hem? Nou, kijk maar eens. Hier. Tering. Ja, wat is oorlog, hè, met tante Tip. Ja, wat moeten we nou doen? Ja, wat denk je? Opruimen en snel. Ik moet zeggen, Harry, als je een beetje doordringt, wordt hij wel wat toegankelijker. Dat geldt voor ons allen, Tip. Oh, jeetje, over drinken gesproken. Die arme schat van mij, die vergaat natuurlijk van de dorst. Heb jij een bakje voor me, Henri? Maar natuurlijk. En een schoteltje voor dat tartaartje. Ja, weer nog een mesje en een vorkje, wij ook misschien. Geen leuk. Grappig hoor. Wat is hier in vredesnaam aan de hand, zeg? Wat is er gebeurd? Oh, wat is dit? Och. Och, liefje, kom maar bij mama. Wat is er met je gebeurd, mijn schatje, mijn prinses? Het is mijn schuld, opa. Hoezo? Ik heb Ugly even in uw kamer gelaten omdat ik dacht dat Mata Hari in de keuken zat. Heeft ze met je gedaan, die smerige zwerver? Nou, hij is best lief, hoor, tante Tip. Ga weg met die smerige straathond. Oh. Als je maar weet, Harry, dat ik je persoonlijk verantwoordelijk stel voor de gevolgen. Voor welke gevolgen? De kosten van de abortus. Pff, te beginnen. Zo, kom nou, zeg. Zo, kom maar verder. Hallo? Is er iemand? Hier is Harry. Oh. Hey, Harry. Ja, daar kom ik wel gelegen, hè? Nou, ik denk het wel. We kunnen een kleine vredesmissie best gebruiken, dag meneer. Het trilt helemaal van de agitaat. Mag ik jullie even voorstellen? Het is... nee, wacht even. Dit is... hoe heet je nou ook alweer? Eugène Marpelli. Ja, hij is Frans. Eugène Marpelli. Eugène Marpelli, wat een bekende naam. Nee, kom voor de hond. Hond? Ja. Oh. Hij is al 4 dagen en weg. Hercules Rij. Ja, ik ben in paniek. Ik zoek. Ik ga vragen allemaal. Ook die meneer in zijn winkel, meneer Harry. En zijn Picardie is er daar. Ja, Picardie. Ja, een Picardie is er daar.
Met de krulletjes. Oh, zo hé. Rick, kom eens hier. Hey, neem jullie mee. Maar nou weet ik wie u bent, Eugène Marbellie van de Picardische herders. Hoe heet me? Dorothea Buis van de dwergpoedels. Is dit waar? Ja, wel waar. Oh, enchanté, madame. Oh, wat is er? Nou, ben je. Eindelijk. In mijn armen. Maar meneer, ik ken u helemaal niet. Maar dan is dat. Dat, Hercules. De wereldkampioen, hè, wereldkampioen. Oh, wat een schitterend beest. Ja. Ja. Nou, Matahari, dat had jij nou direct door, hè? Spreek mee. Dat is Matahari. Ja. De Matahari. Ja, de Matahari. Europees kampioen dwergpoedels. Ja, vous avez la chance, c'est magnifique. Ja, maar ze ziet er nou niet uit, hè? Nee? Nee, ze hebben liggen rollenbollen in de kamer van mijn neef. Ja. Met ik zal maar niet vertellen wat jullie hebben uitgesproken. Zeg, misschien is dit het goede moment om een nieuw flesje Bulgaarse wijn open te maken. Ja. Nou, voor mij liever een pilsje als dat mag, want ik krijg het zuur van die witte wijn. Mag ik eens sparen? Wie heeft Hercules Rij gewonnen? Hij is met hem meegelopen. Ja. Meneer, ik had een beloning. Voor eerlijke winder. Alsjeblieft, 200 gulden. Wauw, te gek. Dank u wel. Graag gedaan. Hier, eerlijk is eerlijk. Ja. Yeah. Hé, hey, dit is alvast een voorschot voor jou. Voorschot? Voor wat? Ja, precies. Voor 100 wat. Oh ja, natuurlijk. Zo. Nou, Harry, dat is toch onverwacht een heel gezellige avond geworden. Ja. Ik heb heerlijk gegeten. Nou, dan moeten we het toch maar eens even gauw over doen, hè? Ja. En dan kunnen we misschien over iets anders praten de hele avond dan over dwergpoedels. Oh, nou, over dwergpoedels raak ik absoluut niet uitgepraat. Ik wel. Zo. Alsjeblieft. Zo. Oh, nou, dan moet ik je nog even gedag zeggen, mijn lieve schat. Nee, sorry, ik ben ook heel even verkouden. Achoo. Oh. Nou, en de volgende keer zal ik een wollen sjaal dragen, hoor. Of is het tegenwoordig ook al verboden om schapen te scheren? Nee, hoor, tante. De luizen gaat het om de pels. Dag!